Yo, wat is het mensen, Debbie's Gamer hier en we zijn weer terug met een nieuwe video. Na een lange tijd ben ik er weer, jongens. Hallo, welkom terug, I guess. Maar ik ben nog steeds bezig met het tweede kanaal natuurlijk, mijn Engelse kanaal. En daar zal de volledige focus ook nog wel op zitten, dus dat zal sowieso nog een ding wezen. Af en toe zal ik nog eens een video maken van bijvoorbeeld Need for Speed Payback of andere games waar jullie misschien in geïnteresseerd zijn. Omdat niet alle games, zeg maar, dat upload ik op het tweede kanaal. Dus heb ik zoiets van, waarom ook niet op mijn eerste kanaal. Dus jongens, welkom. Welkom terug. Als je de video leuk vindt natuurlijk, doe dat ook een duimpje omhoog. Dat waardeer ik enorm. En we spelen nu Need for Speed Payback. En ik ben al een hele tijd bezig eigenlijk met de game. Zoals je kunt zien heb ik al een Audi S8 Hero. En dat ding ziet er echt absoluut bruut uit. Dat ding ziet er zo mooi uit, jongen. Ik vind het echt een prachtige auto. Had ik maar zo'n ding in real life, jongen. Dat zou ziek wezen. Maar we zijn weer terug in Need for Speed. Of terug, dus is het video van Need for Speed. Maar ik ben van plan wel meerdere video's te maken van Need for Speed. Dus dat wordt echt geweldig. En ja, dat is het ding. Als jullie nog niet bekend zijn met Need for Speed, je hebt eigenlijk... ik ben al halverwege in de mission line, zeg maar. Dus het is al halverwege in een campaign eigenlijk, om zo te zeggen. Dus het zal niet zo heel veel afleveringen komen. Oh, misschien wel. Ik heb geen flauw idee hoe lang het nog verder duurt. Maar Need for Speed Payback. Need for Speed Payback heeft pretty much eigenlijk gewoon verschillende klassementen auto's die je kan hebben. Je kan bijvoorbeeld driftauto's hebben, dus hier heb je de driftraces. Ik had hiervoor al een opname gemaakt, maar OBS heeft het flink verkloot. Dankjewel OBS. Je hebt hier driftraces die je kan doen. Je hebt bijvoorbeeld drag races die je kan doen. Je hebt runner races, dus dan moet je ontsnappen van de politie. En je hebt drag races. Ik weet niet of ik dat wel eens zei, ik heb geen flauw idee. En normale races. En al die verschillende races hebben verschillende klassen met de auto's. Je hebt bijvoorbeeld dragauto's, je hebt bijvoorbeeld driftauto's, je hebt offroadauto's, dat was ook nog trouwens een dingetje. En dat soort dingen allemaal. Dus je hebt allemaal verschillende klassen met de auto's. Dus voor elke soort race hebben we weer een andere auto. Misschien leuk voor jullie natuurlijk om wat variatie te zien in de opnames natuurlijk. Is misschien wel leuk. Voor nu hebben wij een couriermissie die we gaan doen als eerst. En dat gaan we doen met onze prachtige Audi S8. Of RS8. Ik heb geen flauw idee hoe dat ding eigenlijk heet. Ik ben niet zo heel bekend in het hele auto gebeuren. Maar ja. De game is trouwens wel een beetje all over the place met de performance. De framerate is soms wel eens op 60 gewoon. Prachtig 60, stabiel 60 aan het draaien. Maar soms dan dropt hij opeens naar 30 of 40 als het een beetje een drukke scène wordt. Dus deze video zal geüpload worden in 30 fps. Puur omdat het anders heel storend is om telkens de frame drops te zien in de video's. Dus dat is waarschijnlijk de reden waarom het 30 fps is. En de snelle renderen van mij, dus dat is ook ideaal. En uploaden met mijn kakke internet, jezus. Staying in the oncoming lane van 15 seconds. Waar de fuck ook niet. 15 seconden moeten we in de tegengestelde richting rijden. En dan kunnen we misschien even een leuk bedragje bij winnen. Dus we kunnen het al proberen, weet je. Waarom ook niet? Ik weet niet of we kunnen crashen. Waarschijnlijk is dat niet de bedoeling, maar als het heel makkelijk wezen. Maar we zullen zien. We zullen zien hoe we dat gaan doen. Ik heb geen flauw idee wat het vertrouwen hierin is. Ik heb niet zoveel vertrouwen in, om eerlijk te wezen. Oké, waar moeten we heen? We moeten niet naar rechts toe, want die is te ver weg. We moeten deze... Oké, dus we moeten eventjes in de volgorde pakken. We pakken eerst deze, dan deze, en dan deze, en dan deze, en dan deze. Dat is onze plan nu. Oké. Dus we gaan er even heen. De marker is weer heel ergens anders te bekennen. Oké, dat is fantastisch. Laten we even teruggaan. Oh, dat oncoming lane, dat is echt super makkelijk te doen trouwens. Jezus, dat is echt letterlijk gewoon... Oh, wauw, dat is heel makkelijk. Is dit überhaupt een challenge? I don't think so. Dit is best wel simpel te doen. Dankjewel. Maar ja, voor de mensen die zich afvragen wat ik van deze game vind. Eerlijk gezegd heb ik een beetje gemixte gevoelens hierover. Het is een beetje gemixt hiermee. Ik vind de game vind ik allemaal leuk en als spelen. Alleen, oh jezus, we zijn bijna out of time. 1 seconde hadden we erover, holy shit. Maar de game speelt leuk en alles. Alleen het mist toch wel wat dingen. Bijvoorbeeld zoals de politie en free roam. Ja, ik weet niet. Het mist gewoon veel dingen. Bijvoorbeeld Need for Speed Most Wanted wel had. En Need for Speed Carbon wel had. Het mist gewoon dingen. En ik snap niet waarom. Ik bedoel, deze game is nieuw. Je zou denken dat het gewoon... Dat de vorige games gewoon letterlijk een basis zijn gelegd voor de opkomende games. Maar het is gewoon niet gebeurd. En dat vind ik zo jammer. Dus als ik moest zeggen hoeveel deze game waard is voor jullie om te gaan halen.
zou ik zeggen 25 euro of minder. Dat zou ik serieus aanraden voor deze game. Niet hoger, want dan denk ik dat je echt gewoon spijt gaat krijgen dat je het gehaald hebt, om eerlijk te wezen. Maar voor de rest, de game ziet er prachtig uit. Je hebt ook trouwens een cinematic. Je kan ook mooie foto's maken in deze game. Dit vind ik echt gewoon een prachtig iets in deze game. Jullie hebben vast wel van mij gezien op Twitter dat ik deze van die foto's heb gemaakt in die speed. Je kan zo ook even bijvoorbeeld presets aanpassen. Voor een beetje filters kun je erop zetten. Hoe sterk de filters natuurlijk eroverheen zijn of hoe juist niet. En dat soort dingen. En je kan ook nog de focal distance aanpassen. Dus de blurry background. En de depth of field kun je nog wat aanpassen. Ah jongen, je kan hier zoveel mee doen. En dit is echt gewoon geweldig. Je kan de exposure kan je aanpassen. Dus als je het iets lichter wil maken. Het is echt fantastisch. En ik kan hier zo erg van genieten, jongen. Kijk eens gewoon. Je kan dit gewoon zo als foto's kun je gewoon maken. Je maakt gewoon A. Klik je dan. Snapshot. En dan... Hartstikke idee. Je hebt een prachtige shot. En dat is zo ideaal. Als jullie nog misschien leuke shots hebben gemaakt in Need for Speed. Of misschien Forza Horizon. Want Forza Horizon kun je natuurlijk ook doen. Je kan ze sturen naar mijn Twitter. Waarom niet? Tag me gewoon lekker op Twitter. Ik ben altijd benieuwd hoe jullie allemaal van die prachtige shots maken. Vooral met de blurry background. De bokeh. De bokje op de background, dat is echt fucking ziek. Als je ze wil sturen, ik zou zeggen, doe dat lekker. De Twitter-link staat in de beschrijving als je me niet volgt op Twitter. Of weet niet wat op Twitter is. Dat staat allemaal in de beschrijving, dus ik zou zeggen, dat kun je uitchecken. En misschien volgen als je wil. Als je wil natuurlijk. Als je niet wil, dan ja, dan houdt het op. En als je natuurlijk mijn tweede kanaal wil zien, de Engelse kanaal, die staat ook in de beschrijving. En sorry meneer voor je andere crashje. Woesie. Beetje schade, maakt niet. I'm here to bribe some rich asshole, that you? Where's the money, girl? Don't girl me, asshole. Don't girl me, asshole. welke pakken we eerst? We kunnen deze, ik denk dat we net beter voorstaan om die te pakken dan die andere. Laten we daarheen gaan. Maar ja, al in al, de game, ik vermaak me er wel mee. Alleen, dat, zoals ik al zei, het mist gewoon wat dingen. En dat is jammer. Hopelijk updaten zit, wie weet. Of misschien updaten zit ook wel niet. Wie weet. Kijk, we moeten nu nog naar de andere twee deliveries hebben we nog te gaan. En... Oh, de politieagent. Rats in de saai, huppakee. Oh, hij zit niet eens meer in het vak. Sorry, politieagent. Oh, wat? Hallo? De politieagent zit helemaal aan de andere kant van de straat. Maakt hij uit. Ja, het ziet er echt gewoon compleet vernield uit, jongen. Holy shit. Oh, wow. Sorry, politieagent. Nou ja, gelukkig is hij niet zo boos op ons. We hebben geen politie op onze dak. Dus dat valt toch mee. En het beetje wat er nu gaande is in deze game. Is, er is zeg maar deze club, of club, ja, ik denk dat het een soort van team, je kan het ook wel een team noemen, genaamd The House. En The House zijn een beetje wat van die corrupte races, die zeg maar gewoon altijd winnen. Ze gaan altijd mensen, gaan ze gewoon geld geven en dan kunnen ze winnen en dan kunnen ze nog meer geld winnen en bla bla bla. En zo gaan ze zeg maar te gang. En wij als ons team, zeg maar, met elke drag race... Of elke verschillende auto die je hebt, zeg maar, is ook weer een verschillende persoon die, zeg maar, race. Dus ons team wil de house naar beneden halen. Excuse-moi. Wil, zeg maar, de house naar beneden halen of kapot maken door gewoon zelf te winnen. Dus dat is een beetje het hele gaande nu. En het is altijd van, oh, the house is gonna get you. Oh, the house is really mad. En dat is vrijwel eigenlijk gewoon het grootste wat gebeurt in deze game. Oké, we hebben een nieuwe speedcard. Ik heb geflowd dat het goed is. Totaal niet. ik heb genoeg geld, dus ik trade het gewoon in voor een paar token. Een paar token, wat dat is, een paar token is als je 3 ervan verzamelt, kun je weer een gratis speedcard halen, die best wel goed is. Dus dat is voornamelijk het doel van paar tokens. Ook hebben we shipments, dit zijn een beetje de loot boxes van Need for Speed Payback. Het is niet heel erg nodig, dus dat scheelt. Maar... het nadeel is, je krijgt hier alleen neon voor onder je auto. En ik had liever gewild natuurlijk dat je die gewoon sowieso kon krijgen. Dat is heel jammer. We hebben 4 partokens en 5000 bank monies. Dus dat kan er altijd mooi bij. En we hebben weer 3 partokens, 5000 bank monies. En we hebben een nieuwe toeter. Oh, dat is fantastisch, jongen. Holy shit.
Ja, die toeters wil ik altijd wel hebben hoor, dat is echt fantastisch. Oké, we hebben hier races. De roze races zijn de off-road races. Ik dacht eerst altijd dat het zijn races om bepaalde spullen te krijgen, maar dat is niet zo. Dit is dus een police chase. Dat is een leuke om jullie even te laten zien. Dit is echt maar een politie-achtervolging. En die gaan we gewoon even doen. De grijsje is dichtbij, dus ik kan even fast travelen. Grijsje kost vaak eens wel 30.000 monies, dus dat is prima te doen. Want we hebben nu ook 300.000 money. Volgens mij kunnen we ook een nieuwe auto en alles halen. Alleen, ik ben nog niet echt bij een garage geweest. Dat moet ik misschien maar eens een keertje doen. Misschien voor het nieuwe escape auto, wie weet. Misschien is dat een idee. Oh, wat? We hebben een nearby bait crate. Oh, wacht. Die coach staat gewoon op een map. Wauw, oké. Okay. Ik zat echt zo, wat een momentje van me luisteren aan die dingen. Oké, wat is dit? Van mij krijg ik dan zo'n shipment, of niet? Oh shit, get away with the loot. Oh god dang it, ik was dat vergeten. Je moet gewoon helemaal ontsnappen met deze shit. En we hebben politie achter ons aan. Oké, ik snap deze alweer. Deze heb ik eens een keertje eerder gedaan. En het was me niet gelukt om zeg maar voor zo'n tijd weg te blijven. Want toen had ik ook een flaptrage auto, zoals nu. Dus dat zal fantastisch zijn. Niet like. Oh, get fucked. Haha, later boys. Oké, okay, in 1 minuut moeten we... Waar moeten we zijn? Oh, dat lukt wel. Dat gaat wel lukken. Dat is geen probleem. Tenzij de politie ons heel erg gaat tegenwerken. Maar we gaan gewoon lekker tegen het verkeer inrijden. Zodat de politie daar telkens tegenaan raakt. Oh jezus, ze zijn echt ziek snel, jongen. Dus weer hebben ze van die ziek snel auto. Oh jezus, hoeveel politie we hier hebben trouwens. Dat is echt mental. Oh god. Fuck! Dit is wat ik bedoel. Dit is echt goed kut. Niet over rood rijden, Sander, want het gaat echt goed beroerd. Hé, politie, donder op! Haal me gewoon lekker, oké? Okay? Jezus. Om de 3 kilometer. Oh, jezus. Dat is best wel wat trouwens. Als we nou even een snellere auto waren, dat we het zo kunnen halen, man. Fucking politie. Opdonder. Hey, later, boys. So long, okay, boys. Oké, okay, oh ja, hier blokkeerden ze me toen fucking hard in. Dat vond ik zo irritant. Maar nu blijkbaar houden ze wat meer afstand. Oh, we hebben ook checkpoints. Dus elke keer als we een checkpoint hebben, natuurlijk krijgen we meer tijd. Dat wist ik niet. Dat was ik helemaal vergeten. Ja, ik ben niet de meest heldere persoon hoor, jongens. Maar dat wisten jullie ook wel. Hehe. Oké, niet rood of het off-road, want dat is gewoon echt ziek traag. Zo, time extended. Oh, dit moet wel lukken. Dit moet wel lukken. Escaping. There we go. We hebben dit. Full control. Nothing on the hand. I'm on the case. Oké. Okay. Escaped. Voilà! 1.45, finish time. That's how we do it. Oké, wat hebben we gekregen? Dus we krijgen gewoon 20.000 geld hiervan. Van deze drops, I guess. En wat de reputation, wat je met die reputation kan. Ik heb echt serieus geen flauw fucking idee. We krijgen het erbij en... Het is een cijfertje. Oké, dus we krijgen hier meer horsepower dan als vinden. Alleen minder nitrous en we remmen wat minder goed af. Alleen, we kunnen toch driften door de bocht heen, dus wat hebben we aan remmen onmiddellijk te wezen? We driften toch wel, dus dat is wel erg een probleem. En nu is ons ontstaan autootje een beetje sneller. Dat is fijn, dat is fijn. Oké, wat willen we doen? We hebben hier een missie namelijk. 260 recommended, dude, dat heb ik niet. Is er... Wacht, we kunnen eens even kijken in de garage. Of, locations moeten we hebben, denk ik. Hè? Is er? Zie je ook autogarages? Ja. Dit is de off-road. We moeten even de racegarage hebben, want ik moet de raceauto hebben. En mijn raceauto is van mij 214 of zo. En niet 260. 260 is wel heel veel. Dus we moeten even kijken. Waar is ook weer... Waar is dat fucking ding ook? Ik weet niet. Oh, die zit al... Oh ja, dat was hem, ja. Die zit altijd verstopt daarachter dat fucking benzinestation icoontje. Benzinestationen kun je ook naar fast travelen, alleen ja, waarom dat gebruiken als je ook garages kan gebruiken, weet je. Even kijken, wat kunnen we hier ook weer halen? Oeh, yes! Deze wou ik zo ontiegelijk hadden. De Chevrolet Camaro Z28. Dat ding is zo fucking ziek. Deze Porsche ziet er ook wel ziek uit, maar deze Camaro, boy, dat is echt gewoon de shit. Dus ik haal deze Chevy even halen, jongens. Dat ding is echt ziek lijp. En dan kunnen we misschien die wel uiteindelijk gaan upgraden. Om natuurlijk die race te kunnen doen. Dus we hebben... Oeh, jongen. This shit good, bruh.
Ah, oh, wat een machtig ding is dit, jongen. Ik vond dit zo'n bruut ding. Altijd als ik op vakantie ben. Nee, dat is volgens mij een Camaro SS of zo was dat volgens mij. Maar we zien altijd op vakantie altijd een dikke lompe Camaro geparkeerd staan in Zwitserland. En dan heb ik zoiets van, dude, oh, die auto, jongen. Dat is gewoon letterlijk de dream. Dat is gewoon letterlijk de dream. Dat ding zal wel ontiegelijk veel suipen met benzine. Maar als ik geld te veel heb, weet je dan, give me that shit. Oké, laten we even naar de garage gaan. Wat is de garage trouwens naast de tune shop? Ik denk dat we beter naar deze garage kunnen. Want dan kunnen we zo meteen naar de tune shop toe. En dat scheelt wat tijd. Dus we kunnen deze auto eerst even pimpen. En dan vervolgens kunnen we even nog optunen natuurlijk. Even sneller maken. En dan kunnen we misschien met de race doen. Ik heb geen flauw idee hoe snel deze de speed erop krijgt. Dus we zullen dat wel zien. Even kijken. We kunnen eerst misschien wel eventjes een mooie wrap van de community pakken. Oeh, deze zilver ziet er trouwens ook wel sick uit. Maar dat willen we niet. We gaan even kijken wat hier misschien een leuke is. We kunnen een gold digger auto vragen. Volledige goud. Jezus. Oké, dit gaan we dus niet doen. Waarom is dit ook wel mooi? Zo zwart met geel. Heeft op zich ook wel weer wat. Maar ik zal eens even wat verder kijken. Ik vind wit, altijd wit met rood. Dat spreekt me altijd zo ongelooflijk erg aan, hè. Dit is altijd zoiets van, I like it, I like it. Maar ik wil wat anders. We hebben hier ook een rood of roze zacht. Een beetje een chromotech kleurtje is dit. Maar die hoef ik ook niet. Wat is dit? Nou, dit is een beetje te overdreven, vind ik. Deze ziet er wel leuk uit. Ja, deze ziet op zich wel niet uit. Groen met de... Een beetje net zoals die wat die Porsche heeft. Weet je wat zoals die Porsche heeft? Nou, laten we deze gewoon doen. Ik vind het op zich wel netjes. Oké, dan gaan we terug. Gaan we even... even bumpers zo aanpassen. Hoe het kunnen we aanpassen. Dat is het serieus, het enige. Dit is wat we kunnen veranderen. Nou ja, waar de fuck niet. Nou, die maar opzetten. We hebben toch geld te veel. Ja, we hebben deze. Wat is het verschil hier tussendoor? Niet veel verschil. Ik denk dat de splitter eronder, dat is net wat anders, denk ik. Nou ja, fuck it, die zet hem gewoon op. Puur omdat het anders is, weet je. Ja, het ziet er wel wat anders uit trouwens. Ik ben een beetje skill. We kunnen ook nog een splitter eronder doen. Jezus, dan ziet dat ding wel echt heel breed uit. De fingernails niet mooi bij passen, dus ik heb liever gewoon lekker klein. Anders is het veel te overdreven, vind ik. We moeten van de derelict parts moeten we nog trouwens headlights unlocken. Dat kunnen we wel in de volgende episode doen, dat is geen probleem. Front fenders kunnen we een beetje breder maken. En dat brede is best wel vet, dus laten we dat gewoon lekker erop zetten. We kunnen de mirrors aanpassen. Alleen, ik vind altijd die mirrors altijd wel een beetje skeer. Het zijn wel van die een beetje skeere mirrors. Deze gaat wel... Ik denk dat deze... of is deze echt gemaakt voor dit? Nee, deze is meer gemaakt denk ik voor deze. Voor deze. Is het prachtig. Mooi groen lijntje. Oh, prachtig jongens. Oké, nu zie ik er echt helemaal geen ruk van. Want dat ding is helemaal zwart. Dus we moeten even een beetje licht laten opschijnen zo. Nu zie ik er wat van tenminste. Ik vind altijd die brede dingen vind ik altijd zo lelijk. Deze dingen. Ik vind die echt mooi. Dus of ik wil deze hebben. Nee, ik denk dat ik voor de laatste ga. Die vind ik wel mooi. We kunnen ook de achterlichten kunnen aanpassen. En ik denk dat deze wat beter bij past. Bij het grijze. De ribbumper, die hadden we toch al aangepast? Of niet? Oh shit, dat was niet de bumper? Oh, we hebben ineens de bumper aangepast. Dat wist ik niet. Oh, dit. Oh. Oh. We stikten bij de rear fender. Wil de rear fender kunnen we deze niet erop zetten? Hoezo? We hebben toch geen andere rear fender op gedaan? Dan doen we deze erop. En dan doen we de rear bumper. Die kunnen we het wel op doen. Dit lijkt opeens op een hele andere auto, ja. Als je van achteren kijkt. Het is gewoon, de lichten zijn heel anders. Het is gewoon opeens een compleet andere auto. Maar ik vind deze wel mooi. Dus dat deze erop zetten. Spoilertje. Kunnen we een dikke, lompe spoiler opzetten. Ik vind altijd die spoilers altijd veel te groot, joh. Dat is verschrikkelijk. Ik vind ze altijd veel te overdreven. Even kijken. Op zich vind ik deze nog wel clean. Deze
Kan op zich ook wel. Ja, het kan op zich allemaal wel. Ik vind deze vind ik wel de mooiste. Dus laten we die erop zetten. Alleen het nadeel, ik vind dat de Revenders toch eigenlijk niet zo heel mooi om eerlijk te wezen. I don't know, het ligt me niet zo. De wielen vind ik eigenlijk wel prima zo uitzien. Die standaard wielen, ik vind het al gewoon brut uitzien. Dus misschien dat we nog de kleur misschien kunnen aanpassen. Rims. Misschien kunnen we die gewoon even wat wittig maken, I guess. Ik denk dat het witte wat meer bij past. Of willen we groen maken, dat het bij die... Nee, dat wordt te veel. Ik denk dat we beter gewoon met wit kunnen gaan. Laten we gewoon wit doen. Apply to all rims. Dus als het goed is, hebben we de achterste ook nog gedaan. Ja, kijk eens aan. Dit is onze bak uiteindelijk, jongens. Wat vinden jullie van? Laat weten in de reacties hier beneden. En wat je ook vindt van de game überhaupt. Wat vind je van de game? Laat me dat ook weten. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Als video's zijn natuurlijk voor om te kijken en natuurlijk om te spelen als je de game ook hebt gekocht. Laat me weten, jongens. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan nog even één race doen, die campaign race. Als we tenminste snel genoeg auto hebben. Als het goed is, zou dat moeten lukken. We gaan even naar de tune shop toe. We hebben ook nog allemaal parts en zo die we kunnen traden. Dus dat is top. Dan gaan we eerst even die trading parts doen. Gaan we dan even doen. En dan zullen we zien wat er allemaal gebeurt met het leven, jongens. ik vind het super brute bak, joh. Ik vind het echt een super brute bak. Ik ben er super blij mee. Oh, dat ding is... Dit is echt gewoon de dreamauto. Wat is jullie dreamauto? Wat dromen jullie van om in te kunnen rijden? Laat het weten in de reacties, jongens. Laat het ook weten. Ik ben gewoon benieuwd wat jullie allemaal vinden, jongens. We hebben nog allemaal geen nieuwe dingen. Dus voor mij de ECU brengt het meeste acceleratie. Acceleratie vind ik altijd absoluut belangrijk. Mochten we gaan crashen, of voor de start natuurlijk, hebben we daar het meeste aan. Speed. Nitrous en speed. Oké, toppie. Die equippen we. Ik zie dat we niet te heel veel dingen bij op krijgen. Dan laten we de head maar anders doen. En anders kopen we even wat onderdelen om het snel te maken. En dan komen we misschien uiteindelijk wel een beetje in de buurt van wat we moeten wezen. Of weer speed. Ik krijg alleen maar speed parts, jongen. Oei. We hebben 220 nu. We kunnen wat parts kunnen we ook halen. De brakes, deze kunnen we halen. Deze hebben we minder nitrous. En top speed is ook omlaag. De acceleratie is wel beter, maar nee, dat doen we niet. We hebben meer nitrous en minder remvermogen. Nou ja, weet je wat dat is? Hoeveel hebben we nu? We hebben 225, dus daar veranderen we niks mee met die. Deze was wel beter, dus deze gaan we ook gewoon lekker eraf doen. Hartstikke idee. We kunnen proberen om met deze auto te rijden op... Nee, ik denk dat we beter kunnen levelen nog. Ik wil wel even met deze auto racen, though. Dus we moeten even een normale race vinden. Die we makkelijk kunnen doen. En die hebben we natuurlijk niet. We hebben alleen natuurlijk de standaard dingen die we al gedaan hebben. Deze hebben we al gedaan, volgens mij. Dus het heeft niet echt veel nut om dat te gaan doen. Of hebben we deze... Ik herinner me niet dat ik deze gedaan heb, überhaupt. Ik weet niet. ik heb echt geen flauw idee. Want alleen degene die springen zijn offroad races en drift races. Nou, weet je wat? Dan gaan we voor de volgende episode dan gaan we met de andere auto racen. Met deze Camaro, de volgende episode. Als het goed is. Als we een beetje kunnen upgraden dan. We moeten wel sowieso die races doen, denk ik. Nou, weet je wat? Dan gaan we gewoon even normale races doen. Want die hebben we nodig voor onze auto namelijk. We moeten echt gewoon level uppen die shit. Anders komt er helemaal niks van. Dus laten we even gaan faster hebben dan deze. We gaan even die race die er links is, gaan we even accepteren. Gaan we die nog even doen voor deze episode en dan sluiten we daarmee af. Holy shit, dudes. Oké, laten we daar even heen gaan rijden. Oh mijn god, dit is een mooie auto. Eerlijk waar, dit is zo'n prachtige auto, jongens. Eerlijk waar. Kan iemand mij alsjeblieft even sponsoren? Dankjewel. Ziek ding, hoor. Echt ziek ding. Hij rijdt alleen nog niet zo heel snel, dat is wel jammer. Maar ja, komt over de tijd heen. Wee! Oh, de race was daar al. Fuck me life. Nou ja, we hebben een mooie jump gehad. Hartstikke idee. 3 sterren. Kijk eens aan. Wat hebben we daarvan gekregen? Niks. Wauw, we hebben een reputatie gekregen, jongens. Het ding waarmee ik nog steeds geen flauw idee heb wat je ermee kan. Waarschijnlijk is dat allemaal wat verder te komen in de missies of niet. Ik heb echt geen flauw idee. Oké, laten we even gaan racen met deze auto. Hell yeah. Achieve jump distance of 120 meter? Ja, tuurlijk gaan we dat doen. Hallo. Dat kunnen we.
We hebben dikke kamaren, jongen. Hoe zou het niet kunnen? Oeh. Mmm, look at that ride. Oh, zo goed. Perfecto. Just like mama's kitchen. Oké, dit is een sprint. Ik gok dat er wel meer ramps zijn, want dit is echt gewoon een airport. Even een boostje hier, oh. Iedereen is wel ver achter mij, dus blijf wel lekker achter mij rijden, jongens. Ik vind het helemaal prima. Later, jongens. Hey, so long, gay boys. Oké, hier halen we de meters natuurlijk. Woehoe! Here we go. We completed it. Easy peasy lemon squeezy. That's how we do it. Nou, dan gaan we repareren in de garage. Oh nee, we krijgen niet, of krijgen we nitrous ervan. Oh, dat wist ik niet. Ik wist het niet. Ik dacht, die dingen die fix je auto gewoon en dan ziet je auto gewoon weer mooi uit of zo. Maar blijkbaar hervult de benzinepompen en vult gewoon jouw nitrous. Nitrous. Dat is pretty neat. That's pretty neat, man. Holy shit. Okay, vol vaart. Oh god, ik had die bocht even wat verkeerd ingeschat. Dat zul je mij wel vaker zien doen. Ik schat altijd de bochten zo ziek verkeerd in. Er zit iemand op mijn hiel, hè? En daar ben ik niet zo blij mee. Fuck, dat is een steen. Tyfus. God dang it. Nou, we hebben nog 5 kilometer gaan. Dat kan ik makkelijk nog inhalen. Als mensen het weer optonderen hier. Ga maar lekker tegen die... Hoppakee, goed zo. Doe maar. Ga maar lekker even driften, jongen. Dat is een minezone. Als ik deed. Even snel erheen gaan, anders... Ik moet die vent even inhalen. Nee, iedereen zit letterlijk tegen mijn reet aangedrukt. Daar ben ik niet zo blij mee. Stop it. Kom op. Sneller, Sander. Ik kan hem inhalen. Je kan het doen. Ah, behalve als je zo rijdt natuurlijk. Gadverdarie, vent. Oh my god. Please. Just... Ja, hij gaat de buitenbocht nemen. Dat is een goed iets. Dan kan ik tenminste een beetje de binnenbocht nemen hier. Hoor. En nu neem ik de buitenbocht. Nice. En dan knal ik ook tegen de auto. Oh my god. Ja, dit is toch wel echt een heel anders rijden thuis dan dat ik normaal een andere native speech heb gehad. Oh, sorry, jongens. Kom op, ik moet dichterbij komen, alleen ik kom nooit dichterbij. Kom op, vol gas! Hans, get the vlammenwerper! Oh, drift beter. Dat ding drift ook voor gemeten, man. Dat is niet echt een bedoel voor driften, denk ik. Obviously. Kom op, 1,7 kilometer. We gaan al wat op hem inhalen. Ja, 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 dit komt goed, dit komt goed. Hey, Black Mamba, yo bitch. What? Get fucked. Ha! Ja, hem. Gewoon dat beuken aan de kant is altijd leuk. Ik kan heel goed mensen beuken hier in deze game. Dat is fantastisch. Alleen, driften is deze auto niet echt de sterkste punt in. Jezus, man. What the fuck? Nee, het is gewoon waarschijnlijk de bestuurder. Ik blame het op mezelf. Ik ben gewoon een beroerde fucking bestuurder. Oh, jezus. Oké, we zijn bijna bij de finish. En de finish is daar. Kijk eens om. Yeah, boys. There we go. First place. 3 minuten 10 is echt verschrikkelijk. Challenge failed natuurlijk. Want dat was een Porsche van 263 level volgens mij. Of wat was die BMW M2 die for some reason fucking snel is. Ja, waarschijnlijk wel niet zo'n broeder uit als mij. Maar maakt niet uit. Ja, we moeten de speedcast hebben. Dat is het belangrijke ding. Wat we nu goed moeten hebben. Is het goed? Waarom geef je me waardeloze zooi? Kom op, man. Wat is dit nou weer? Nou, paar token. Huppakee. We hebben ook weer een base shipment award. Nou, fantastisch. Daar kunnen we waarschijnlijk toch weer geen ruk mee. Oh my god. Oké. Of we misschien krijgen we een groene nitrous. Nee, dat krijgen we niet. We krijgen wel wat geld en zo. Is leuk. Maar ja, daar hebben we ook niet zoveel aan. Dus we moeten echt wat meer racen dan I guess doen. Met deze auto. Om wat beter te kunnen winnen. Of kunnen we wat met de andere auto's doen? Ik heb geen flauw idee. Maar jongens... Super bedankt voor het kijken naar deze video. Als je de video natuurlijk leuk vond, dan doe ik duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk voor meer. En ik zie jullie allemaal in de volgende video. Dus see you later. Alligator.